Joshua peeps! En vandaag in deze video ga ik iets heel erg oldschool doen. Ik ga namelijk een speed draw video maken van een zelfbedachte Powerpuff Girl en een zelfbedachte Roddy Ruff Boy. Dus laten we beginnen! Ben ik weer en dit is het eindresultaat geworden. Nu moet ik wel eerlijk zijn, ik heb er al betere getekend. Ja, ik weet het niet, maar het is raar, zo raar. En iets wat ik bijna altijd vergeet bij een Roddy Ruff Boy is mouwen. Een Roddy Ruff Boy heeft mouwen en een Powerpuff Girl niet. By the way, ik heb haar Bella genoemd en hem Bully. Als in Bella van Bella and the Bulldogs. Super show. En Bully als een Engels woord voor pestkop. Ik zei net dat ik er al beter had getekend en ik heb nu in mijn hoofd bedacht, waarom laat ik ze niet gewoon zien? Deze is nu wel niet meteen echt beter en let ook niet op de tekeningen die ik er nog bij heb getekend. Dit heb ik gedaan tijdens het wachten voor rijles. Hier die. Ja, die is nu ook wel niet echt het van het. En dan deze die ik al iets beter vind. Dit is wel een jongen, een Powerpuff jongen, geen Roddy Ruff Boy, want hij lag, hier staat hij, deze jongen. Ik verveelde me tijdens de les. Oh, en hier heb ik een bunny getekend. Nu wel niet de beste creatie ooit. Ik weet niet of jullie Bunny kennen. Dat is een Powerpuff Girl die door de Powerpuff Girls, Bubbles, Blossom en Buttercup gemaakt zijn. Omdat ze overwerkt waren, maar het was één grote mislukking en op het einde explodeerden ze. Ik herinner me trouwens dat ik ooit nog Bunny heb getekend. Dat je over heb getekend van iets dat ik ooit op internet had gezien. Maar dan als gewone versie van Powerpuff Girl, zo fan art. Dat ze zo lijkt op Bubbles, Blossom en Buttercup. Met een Roddy Ruff Boy versie waar ze hand in hand mee liep. Hier. Deze heb ik overgetekend van een foto. Misschien dat die nu hier, die foto in beeld komt. Als ik hem nog terug vind. Oh, hier heb ik een dikke veel gemaakt van Bubbles. Haha. En dan nog snel als laatste. Deze. Deze vind ik wel heel cool. Ik heb er Patty geknipt.
hebt. Ik weet ook nog trouwens dat ik een tijdje terug een fanart had gemaakt. En ik heb deze ook daadwerkelijk naar die YouTuber toegestuurd. Het is een Amerikaanse YouTubester. Genaamd Kelly Eden. Samen met haar beste vriendin Dre. Ook een YouTuber. En een hele goede vriend van hem, Chris Villain. Ik denk dat ik in dat zelfs nog een schets nog voordat ik een van die drie had gemaakt. Maar ik heb die op de computer gemaakt. Ik zal nu wel even snel een foto editen tussendoor, zodat jullie die ook kunnen zien. En ik ga nu snel kijken of dat hier nog zo'n schets in staat. Ja, schets. Zo goed kan ik hem ook niet tekenen. Het is gewoon maar dat je de juiste lijntjes gebruikt. Hier. Dre, Rain. Yay! Dus, ik hoop dat jullie de video leuk vonden. Vergeet ook niet om mij te volgen op social media. Een blauw duimpje omhoog te doen. En te subscriben. Ja, later en geniet van de outro.